Ja, nou, misschien moeten we beginnen in 2004. Eind 2004. Dan komt er een verzoek binnen van de CIA en de Mossad, de Amerikaanse en de Israëlische geheime dienst, in Leidschendam. Mm-hmm. Daar zit de AIVD op dat moment. En dan vragen zij de AIVD, kunnen jullie helpen met toegang genereren, zo zeggen zij dat zo mooi, tot een complex in Iran. Welk complex is dat? Natanz, daar wordt, nou, dat is dan een beetje bekend, daar bouwt Iran aan nucleaire plannen, zeg maar. Mm-hmm. Dat gebeurt in een ondergrondse fabriek. Dus daar kun je niet in. Ook geen internetverbindingen naar de buitenwereld. Dikke lagen naar muren. Dikke lagen beton. Waarom komen ze dan? Dat is ook de vraag. Waarom kom je dan bij de AIVD uit? De AIVD is een kleine dienst, maar wel een dienst die goed bekend staat. Mm-hmm. Wij denken redelijk neutraal, maar dat is ook het voordeel, want dan kun je naar bijvoorbeeld Iran wat makkelijker dan een Amerikaan of iemand uit Israël. Maar we werken toch wel nauw samen met de Britten, Amerikanen, Israëli's. Mm-hmm. We zijn goed in het recruteren en ook wel in hacken. Dat helpt. Dus er is iemand van de AIVD daar te plaatsen. En die gaat kijken, ja, hoe kunnen we eventueel... De plaats is Iran. In Iran. Hoe kunnen we eventueel dat complex binnenkomen? En dan zet die persoon twee bedrijven op. Mm-hmm. Fake bedrijven eigenlijk, maar wel met echte medewerkers. Zeker. Even terug. Ja. In 2007 is die grote aanval op dat... Ja, op dus dat, we zitten 3 jaar daarvoor op nog. Dat nucleaire complex, zal ik maar zeggen. Ja. Dus de Amerikanen en de Mossad, de Israëli's, die zijn al een tijdje bezig van dat deugt daar niet. Dat is levensgevaarlijk. Ze zijn bezig met een atoombom. Dat willen we voorkomen. Dat kunnen we bombarderen, zou ik maar zeggen. Daar kiezen ze niet voor. Ze kiezen voor een digitale aanval. Nou ja, dat weet de AIVD op dat moment nog niet. Okay. Ze proberen in ieder geval inlichtingen daar te verzamelen. En de AIVD zet twee sporen op. Eentje mislukt al vrij snel. Het andere is een Iraanse ingenieur. En die gaat werken voor een fake installatiebedrijf waar hij als monteur naar binnen gaat, kan gaan. In 2005, dat is even belangrijk om te weten, komt Ahmadinejad aan de macht. Ja. En die schort eigenlijk alle afspraken met het internationaal... De nieuwe president van Iran. Precies. Atoomagentschap op. En dan gaat hij het versnellen, dit proces, die centrifuge. Nou, dat is eigenlijk het moment dat de Amerikanen, Israël en dus ook Nederland denken... Oké, we moeten nu iets doen. Want Iran gaat daar uranium verrijken. Mm-hmm. Dan is het dus begin 2007. Iran is daar in die ondergrondse hal die centrifuges aan het installeren. En dit mannetje, door de AIVD gerecruiteerd, gaat mee naar binnen. Een Iranier. Een Iraanse ingenieur die als monteur naar binnen gaat. Het is een beetje ingewikkeld, maar zo is het. Nee, kan je volgen. En die gaat kijken, ja, als wij een computervirus hebben... wat die werking van die centrifuges kan verstoren... dan moeten ze weten hoe worden die precies aangestuurd. Welke versie is het? In welke temperatuur gaan die dingen draaien? Nou, die monteur die verzamelt dat soort gegevens... zodat het virus helemaal daarop gebouwd kan worden. En deze man was dus onverdacht blijkbaar aan de Iraanse kant. Was dus een mannetje van ons. Ja. Daar was een soort een cv bij bedacht, wat die man helemaal niet had. Maar zodat de geloofwaardig profiel. Precies, ja. Zodat zij dacht, oh, die hebben dat bij die firma gewerkt. Oh, dat is wel een betrouwbare keer. Klopt allemaal niet. Het is ook allemaal nog aardig, het mislukt bijna. Maar dan staat Israël in voor de... en dus weer een Iraanse bron van Israël... in voor de geloofwaardigheid van deze man. Dus je ziet ook dat ze zo samenwerken. Mm-hmm. Dus hij dreigt bijna niet naar binnen te kunnen komen. Dan grijpt Israël even in en dan kan hij alsnog naar binnen. Dit lukt dus. En dan gaan ze dat virus updaten. En uiteindelijk, zo rond september 2007... wordt dit virus losgelaten. En wat het doet, dat is ook nog wel aardig om te vertellen... Het virus heeft een naam. Het virus heeft een naam. Het is een heel berucht virus. Stuxnet. Daar kunnen we zo meteen misschien even naar kijken. We gaan zeker kijken, maar dit virus was... Het werd door een aantal deskundigen... Ik heb een documentaire over dit stuk net gezien afgelopen week... vergeleken met wat de atoombom in 1945 kon doen. Dat is op digitale cyberwar-niveau is dat eigenlijk... De atoombom van de 21ste eeuw. Wat natuurlijk heel cynisch is, dat je daarmee het maken van de atoombom... van de 20ste eeuw probeert te voorkomen. Deze expert van Klingendaal heeft gelijk... wat een digitale wapenwetloop ontketend. Dat wordt uiteindelijk gelanceerd in 2007. Wat het doet, is dat het centrifuges... die hebben gas nodig, komt naar binnen en gaat een beetje naar buiten... en zij manipuleren dat virus manipuleert de werking van de uitlaatkleppen. Dus die gaan dicht. In plaats van dat er gas uitgaat, blijft er gas in. Waardoor die dingen zichzelf kapot draaien. Die ontploffen eigenlijk. Mm.
Het zit zo ingenieus in elkaar dat de Iraanse technici die naar hun schermen kijken dat niet zien. Dus op hun schermen lijkt alles oké. Dus de temperatuur lijkt oké, alles lijkt oké. Dus het duurt maanden voordat zij doorhebben waarom die dingen precies kapot gaan. En dan heeft het Iraanse nucleaire programma al, ze schatten, 1,5 tot 3 jaar vertraging opgelopen.